het is allemaal zo snel gegaan. Hè? Je speelt 2 keer op Noorderzon. Vervolgens dan mag je een avondvullend programma maken in Van Berestein. Dan is een impresariaat die met je wil samenwerken. We hebben dat idee bedacht en we zijn ervoor gegaan en ineens is het zover. We kenden elkaar ook al van een eerdere productie, dus we wisten wel dat de samenwerking heel goed verliep en dat we wel elkaar goed konden aanvullen en dat we elkaar wel inspireerden, maar ik dacht eigenlijk, dat lukt niet zomaar, dacht ik. Vroeger dacht ik als vrouw, later zit ik rustig aan mijn theewater zonder kater, voel ik me elke dag charmant, hoe ben ik hier beland? Hier. In Theater van Berestein. Ja, Veendam. En we willen ook niet anders, hè? Want dit is natuurlijk de springplank voor ons. Precies, dit is onze springplank, dus wij... Hier gaan we beginnen. Ja. Dan weten ze ook meteen dat je een oude vrijster bent geworden met 3 katten. Ja, ja. Ik ben 30 en ik zit op Tinder. Nou, oehoe. Met de programmeur en dus de directeur hier in Van Berestein om tafel gezeten. En toen mochten wij een avondvullende voorstelling maken. Dus dat zij ons die kans hebben gegeven is natuurlijk echt fantastisch. Misschien is dat wel heel lang geleden, op een plek waar de zon niet schijnt. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat trauma zou kunnen ontstaan in die moederschoot van jouw moeder. Ja, en daarna hebben wij gesproken met impresariaat Impact, ook via Theater van Berestein zijn we bij hun terechtgekomen. Ja. Toen hebben zij ook hier weer een plek gegeven voor ons om te spelen, zodat het impresariaat bij ons kon komen kijken. Ja. En toen waren zij ook enthousiast. En nu gaan we op tournee langs de Nederlandse theater. Ja. Van toen maken voorstellingen over de vrouw van nu. En dat gaat dus over het vrouw zijn nu in deze tijd. Ja. En je verwachtingen. En vooral dat die verwachtingen bijvoorbeeld niet uitkomen. Ja. En de zoektocht naar wat voor vrouw ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Dat je op een gegeven moment op zo'n tweesprong komt van ja, wil ik carrière maken? Wil ik kinderen? Wil ik... Nog lekker in de kroeg staan? Ja, en kan dat eigenlijk wel? Kan je wel een kind hebben en ook nog in de kroeg staan? Ja, maar ook de zoektocht in liefdes, hè? De zoektocht, wat voor liefde past bij mij? De zoektocht naar... wie ben ik? Dus het gaat ook wel over identiteit. En het gaat ook wel over... Maar het is sowieso een voorstelling die je niet laat stilzitten. Dus er zitten veel grijnige sketches in. Veel gevoelige liedjes. Dus en dan een lach en een traan in die zin.